En dat is 1 voor SD Works. De gele trui die nu nog om de schouders van Lotte Kopecky zit, moet uiteindelijk terechtkomen om de schouders van Demi Vollering als het aan de ploeg ligt. En daar dus uit Frankrijk, waar we de goede wijn hebben. Maar die hebben we ondertussen ook in Limburg. Heeft te maken met de klimaatverandering. Want die Franse druiven doen het ineens heel erg goed op de Limburgse heuvels. En daarom maken we vandaag iedere dag in Tour de Limbourg een bruggetje. Tussen de koersregio, waar de dames fietsen. En de wijn die daar vandaan komt. En vragen we aan Maurice Vanier, vinoloog van Venteur. Wat is de smaak van de koers vandaag? Ja, we hebben het dan over de Auvergne. Dat is een typische regio voor veel vulkanische bodems. Ideaal voor wijnbouw. Daar vinden we de Gamay, de Chardonnay en de Pinot Noir. En laat nou net die Pinot Noir het ideaal doen in Limburg, op de Limburgse hellingen. Zoals deze rosé van domein Frombergen, nabijheid van Ubaxberg. Lekker fris, beetje kersen, bestfruit. Ideaal voor zomerse omstandigheden. Dus, dus een beetje tour hier in de Limburgse fles. We gaan hem openmaken op zoek naar een kurkentrekker. En dan gaan we aan tafel in deze Tour van. En salut, welkom bij Tour de Limbourg Fam. Dus vandaag over de vrouwentour die is begonnen. Zo fantastisch eindigde de mannentour. En zo mooi en veelbelovend begonnen de dames. Dankjewel. Weten we dat die Pinot Noir dus inderdaad uit de heuvels komt van Ubaxberg. Vandaag dus een hele aparte etappe waar we dadelijk over gaan praten. Van harte welkom aan de gasten. Maar Quinty Schoens, jij was vorig jaar in de Tour. Fietste gisteren nog in de Vogezen. En zit nu hier aan tafel. Doet dat dan pijn met de dames in de ronde? Natuurlijk heb ik vandaag vol spanning gekeken en het knijpt dan toch wel een beetje het vriend. Een beetje tot ik denk, ja, ik had er graag bij willen zijn. Maar we hadden vorig jaar de eerste editie met de start op de Champs-Élysées. Was zo fantastisch dat ik denk, nou, voor dit jaar, als ik hem dan één keer moet missen, dan kan ik daar nog wel overheen komen. Ja, je bent een goed gezelschap, hè? Dat helpt misschien ook. Afke van der Wouw, van harte welkom. Performance coach ben je, hè? En dan wil ik je graag vragen, vandaag nu met zo'n tour, dan weten we de druk is groot, onder andere ook voor Kopecky natuurlijk, voor zo'n SD Works ploeg. Dan heb je zo'n eerste etappe, is de druk eraf, denk je. Hè? Maar tegelijkertijd zie je alle camera's, je ziet de lichten, de fotografen, de journalisten, die misschien nog wel de druk verhogen. Hoe werkt dat precies? Ja, nou, het is eigenlijk wel mooi met stress. Het valt of staat bij de interpretatie van de situatie. Dus sommige renners kunnen denken, wauw, kicken, vandaag gaat het gebeuren. Iedereen is er, we gaan ervoor, ik laat zien wat ik kan. En de ander kan denken van, oeh, jeetje, al die camera's. Iedereen zit, nu moet het gebeuren, nu verwachten ze van mij dit. Dus het is heel erg hoe je de situatie interpreteert. En dat is voor iedereen, iedere renster, toch weer anders. Ja, ja. Hoorde ik wel eens van Erik Dekker, die zei van, ja, de druk, die leg je eigenlijk jezelf op. Ja, ja, de druk is zelf natuurlijk ook wel de mensen om je heen. Die hebben bepaalde verwachtingen, maar dat vertaal je dan weer zelf. Van, hey, dus zij verwachten van mij dat ik het nu goed, nu moet ik het laten zien. Nu moet dadelijk ik praten we over verder. Laura van Leeuwen, van harte welkom. Directeur van MVV, maar ook international geweest op de dag dat Nederland op het EK de eerste wedstrijd speelde tegen Portugal. 1-0 gewonnen. Heeft nog even contact gehad met Andries Jonker. Nee, ik heb geen contact gehad, maar ik heb hem wel gevolgd natuurlijk. En ja, ik vind het ook een goede aanstelling geweest vanuit de KNVB. Hiervoor hebben we het natuurlijk met de Amerikaanse coach gehad. Maar het profiel van Andries Jonker, internationaal gerenommeerde coach. Voorvechter ook van het vrouwenvoetbal in Nederland. Nou, en Maastrichtse achtergrond. Maastrichtse achtergrond uiteraard, MVV. Dus betere keuze hadden ze niet kunnen maken. Ja. Dadelijk praten we daar ook over verder natuurlijk. Kijken we ook naar de doelpunten. Maar we weten dat vandaag ook de mannentour eindigt. En dan hebben we natuurlijk een geweldig mooie overwinning van Vingegaard. Prachtige prestatie van de Deen. Maar ook heel mooi door die sluwe vos uit Halen. Die uiteindelijk het plan smeden om Pogacar te kraken. Ja, dat is echt niet normaal. Dit seizoen, ik ben gestart denk ik, met Jonas in de Camino. En overal waar we naartoe gingen, werden we de Tirreno gewonnen, de Baskeland gewonnen, de Catalonië gewonnen. Alle rondjes wat echt niet zo makkelijk zijn om te winnen. Maar en dan de Giro was natuurlijk fantastisch. Maar de Tour staat boven alles. Hè. Ja, dat was Frans Maassen. Dus van harte proficiat naar Halen. En wij zitten eigenlijk te kijken naar het wijntje en denken van ja, wanneer kunnen we gaan beginnen? En daarom kijken we naar de samenvatting van de koers van vandaag. Een aantal heuvels zaten erin, maar uiteindelijk een dubbele kouberg op het einde. U hoort Maurice Jessen. Ja,
Ja, Clermont-Ferrand, dus waar ook Kim Langenslag staat, op die plek waar die mooie herdenkingsplaquette hangt voor Jan Nolte. Maar vandaag gaat het over de dames. Kim, je hebt het allemaal gezien, beleefd ook, die Belgische euforie. Maar hoe was het met de Nederlandse dames? Ja, ik sprak bijvoorbeeld met Annemiek van Vleuten na afloop en die zei van ik ben heel erg blij dat ik ongeschonden eruit ben gekomen. Opluchting bij haar, want ze zegt het was heel nerveus vandaag. Dat is altijd eigenlijk bij de eerste etappe van de Tour de France. Dus zij vond het wel prima dat ze gewoon in de kopgroep over de finish kwam. Lorena Wiebes, die sprak ik ook, die had stiekem wel gehoopt natuurlijk op de overwinning van vandaag. Want ik sprak er gisteren daarover en ze had er zinnen erop gezet. Maar uiteindelijk kwam ze toch tekort op het heuvel. En ging natuurlijk Kopecky er vandoor. En al met al was Wiebes toch wel heel tevreden over vandaag. Ja, het is nog steeds een goede situatie. En uiteindelijk was ik blij om te sprinten voor plek 2. Ja, ik heb er niet veel aan te doen. Maar ik ben natuurlijk heel gefocust op het klassement. En eigenlijk je eendagsrenster gevoel wilde eigenlijk ook wel achteraan. Maar ja, dan moet je gewoon even inhouden en slim zijn. En nou ja, prima dat zij wint. Mooie winnares, denk ik. Ze deed het goed en andere ploegen reageerden niet goed. Nou ja, ik merkte toch wel een beetje dat inkomen was de eerste rit. Maar uiteindelijk voelde de sprint nog heel goed aan. Dus daarin is wel goed gegaan. Hoe mooi is het dat jullie ploeg zo begint aan de Tour? Ja, dat is heel mooi. Dus hopelijk kunnen we het zo blijven volhouden. Vanavond feestje al? Ja, ik hoop toch wel een glaas champagne, ja. Ja, dat hoop ik wel. Ja, hoort er wel bij, hè. Hoort erbij, want ja, het is dezelfde ploeg en dat is dus een hele mooie situatie voor SD Works. Kim Langenslag had nog even moeten wachten, begreep ik Kim van jou, tot de grote dame kwam in die hele mooie Belgische kampioenstrui. Maar toen had je er uiteindelijk toch in het geel? Jazeker, en ze straalde helemaal. Het is natuurlijk fantastisch voor haar. Vorig jaar had ze ook een Tour de France van. Ja, was niet wat ze ervan had gehoopt. Geen etappenwinst. En tweede in het klassement om de groene trui. Ja, en nu komt ze zo terug. Dat is natuurlijk ontzettend knap. En ze straalt eigenlijk, net zoals de hele ploeg, ontzettend veel zelfvertrouwen uit. Lotte, allereerst proficiat. Hij staat je goed. Had je dit van tevoren bedacht? Ja, ergens toch een beetje wel. Maar ja, het is zeker niet makkelijk om het ook te doen. Het zat altijd wel in mijn achterhoofd en ik wist ook dat die laatste klim best goed lag. Maar ja, we rijden nu in zo'n sterk team SD Works dat we ook Lorena nog achter de hand hebben. En, het was voor ons, maakte het op zich niet uit welk scenario er vandaag zou gebeuren. Als dit niet lukte, dan hadden we altijd Lorena die kon sprinten. Dus ja, het is echt wel fijn om zo te kunnen koersen. Het is ook een bepaalde luxe eigenlijk die jullie allemaal hebben, hè? Ja, maar ik bedoel, we werken er ook allemaal super hard voor en dit komt niet vanzelf. Nee, dat snap ik niet. Is het dan ook je bedoeling om de komende dagen deze gele trui vast te houden? Misschien wel tot zaterdag, toe maar, hè? Het zal zeker niet makkelijk zijn en ik weet ook niet goed wat de ploeg nu van plan is. Maar laten we zeggen dat het algemeen klassement voor Demi Vollering nog altijd het allerbelangrijkste is. En wat er daar ook voor gedaan moet worden of dat die gele trui moet opgeofferd worden, dan zal ook gebeuren, denk ik. En dat doe je dan met pijn in je hart wel, een beetje? Nee, ik ben heel blij dat ik vandaag de ritoverwinning heb gewonnen, dat ik morgen in het geel mag starten. En wat er daarna gebeurt, dat zien we wel. Als Demi op de laatste dag met het geel op het eindpodium staat, dan maakt dat allemaal wel goed, denk ik. Kan Demi hem al een beetje passen? Ja, ik zal eens een keer doen passen. Ze mag. Heel mooi dus voor Lotte Kopecky, die een maandje geleden nog fietste met de mannen, met de junioren, omdat een koers niet doorging. Dan zeiden we, ja, moet toch een beetje in vorm blijven, dus ga ik met de jongens fietsen. Quinten Schoens, Belgische, eindelijk in de gele trui. Vorig jaar natuurlijk alleen maar Nederlanders, dus zou ik ook zeggen, misschien ook heel goed voor het wielrennen, voor de Tour. Dit is hartstikke goed voor het vrouwenwielrennen. Uiteindelijk wil je in vrouwenwielrennen, het moet een mondiale sport zijn en blijven. En het blijft een mondiale sport op het moment dat er meerdere nationaliteiten zijn die overwinningen pakken of truien. Dus ja, een atleet zoals Lotte Kopecky is gewoon super mooi voor deze sport. Ja, Lotte was natuurlijk ook 2 jaar geleden op het WK in eigen land, in Leuven, een van de grote favorieten. Daar had ze het moeilijk met de heuveltjes. Vandaag gaat ze natuurlijk als een kanon naar boven. Is dat ook een kwestie van mentale sterkte, denk je? Nou, je ziet rensters zoals Lotte Kopecky, maar ook zeker Lorena Wiebes. Je ziet dat deze rensters gegroeid zijn van eigenlijk het vooral focussen op het sprinten. Naar enorm allround, en dan hebben we het ook over tijdrijden. En sinds deze meiden in SD Works zitten als ploeg, zie je dat ze allround enorm groeien. En daarmee voor ook al gewoon al deze soort kolletjes over kunnen. Waardoor ze natuurlijk hun sprintcapaciteit nog verder kunnen uitbouwen. Dus ze zijn enorm gegroeid. En dat geeft ook aan dat het algemene niveau bij de vrouwen enorm gegroeid is de afgelopen zomer.
komen. Ja. Ja, het is gevallen, het woord van het collectief van SD Works, die hele sterke ploeg die ze hebben. Afgelopen, waar kom ik bij jou eigenlijk? Want met name die winnaarsmentaliteit, dat gevoel, schijnt heel belangrijk te zijn. Maar heb ik begrepen wel, mentaal en fysiek mogen we eigenlijk helemaal niet meer scheiden. Mogen we niet meer over hebben. Ja, liever niet. Liever zie je het als één geheel. En je ziet nog wel dat nu mensen, als ze er moeite en problemen hebben, dan gaan ze naar een sportpsycholoog. Maar we zien meer en meer dat ze het echt als een onderdeel zien van de prestatie. Als jij goed wil presteren, dan heb je ook goed met druk om te kunnen gaan. En dat kan je trainen. Je hebt ook goed met tegenslag om te kunnen gaan. En dat kan je ook op trainen. Je hebt je goed te kunnen concentreren en je voor te bereiden op wat gaat komen. En dat kan je ook weer met visualiseren bijvoorbeeld doen. En dat gewoon echt als een andere vorm van training meenemen in je voorbereiding op belangrijke wedstrijden. Ja, een beetje het imagineren van Louis van Gaal. Precies, ja. Precies. En dan weten we dat deze Tour ook een beetje duel wordt tussen de giganten. Tussen Vollering en Van Vleut. Ja, fysiek natuurlijk. Maar vooral ook wel mentaal. Bleek ook wel in de Vuelta. Hoe kan zo'n Demi zich dan voorbereiden op die strijd? Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je een soort raceplan gaat maken. Van, hey, hoe wil je dat gaan indelen in je race? Waar wil je inhalen? Wat zijn de kolletjes? Wat zijn de eventueel moeilijke punten? Hoe wil je dat aan? En ook what-if scenario's. Wat als ik vermoeid raak? Wat als ik verzuurd raak? En daar al van tevoren over nadenken. En dat ook weer imagineren. En natuurlijk ook op trainen. Ja, dan ben je nog beter voorbereid op dat wat gaat komen. En ook minder snel van slag als het even anders gaat als je gedacht had. Ja, we zagen vandaag een grote valpartij. We hebben een eerste uitvaller. Jij zegt van luister, in mijn boek dat ik onder andere heb geschreven, daar leg ik ook een relatie tussen stress en druk en blessures. Ja. Waar zit die band? Ja, het is een boek Leren Revalideren. En dat is vooral gericht op hoe deal je nou eigenlijk met een blessure. En daar hebben we het ook over het ontstaan van blessures. En bij het ontstaan kijken we heel erg naar de kracht en de coördinatie en de lenigheid. En we hebben ook heel veel blessurepreventieprogramma's die daar ook op gericht zijn. Maar het blijkt dat spanning en druk en stress een ontzettend grote rol spelen bij blessures. Bijvoorbeeld big life events. Als iemand net een transfer heeft gemaakt of iets mee heeft gemaakt in zijn leven. Dat is ook een belasting, een vorm van belasting, wat bovenop de trainingsbelasting komt. Ja, en dat merken dat soms te veel kan zijn, waardoor blessures op de loer liggen. Ja, Quinty, je hebt vorig jaar de Tour gereden. Merk je dat dan ook? Ja, uiteindelijk, ik ben overgestapt van triathlon naar wielrennen, omdat ik een hele zware blessure heb opgelopen tijdens het hardlopen. En als ik achteraf terugkijk, kon ik inderdaad zien dat het eraan zat te komen. Dus ik herkende het heel erg. Had je ook een big life event? Ja, ik had ook een big life event. En veel situaties veranderden om me heen, zowel privé als in de sport. En uiteindelijk gebeurde dat. En ik dacht op dat moment, hoe kan dat nou? En als ik terugkijk, denk ik, ja, het zat er gewoon het aan te komen. Maar de timing achteraf was eigenlijk fantastisch. Want daardoor kreeg ik de kans om mijn eerste Tour te rijden. Terwijl ik eigenlijk nog geblesseerd was met een hardloopblessure. En ja, je ziet gewoon om je heen de risico's op valpartijen, het gevolg met hersenschuddingen, de prikkels om je heen, de motoren, de helikopteren, het geluid. Ik kan me herinneren van jou dat je ooit vertelde van toen ik vorig jaar de Planche de Belleville opreed, had ik het gewoon echt moeilijk door de druk, maar ook een beetje door alle prikkels eromheen. Ja, je zit natuurlijk in de allerlaatste klim, in de allerlaatste dag. Iedereen was natuurlijk stikkenpot. En de Planche de Belleville, dat is meer dan 20% bergop. En het is ook nog gravel. Dus ik was gewoon zo vermoeid en ik raakte zo in de stress dat ik niet boven kwam. In combinatie met het schreeuwen, het geluid, de toeters, de helikopter, dat ik gewoon moest huilen omdat ik compleet overprikkeld was. Ja. Ja. Laura van Leeuwen, je komt natuurlijk vooral uit het voetbal, maar herken je het ook? Ja, en ook door een vergelijkbare situatie. Ik heb mijn kruisband afgescheurd na een big life event. Dus ja, de relatie die durf ik ook wel te leggen. Ja, Viviane Miedema hebben we wel gemist vandaag in de wedstrijd. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar die scheurde ook haar kruisband. En ook zij zei van ja, dat had ook te maken met zaken die speelden buiten het voetbal. Mijne komt gewoon terug van het feit dat de dag ervoor, nou ja, we het slechte nieuws kregen dat Bev haar moeder nog maar een aantal weken te leven had. En ja, de lead-up to the game is gewoon heel anders dan. Je bent emotioneel, er zijn dingen belangrijker dan voetbal op dat moment. Ja, dus de Viviane Miedema, die dus altijd herstelt van een kruisbandblessure, die ook zei van ja, het had ook te maken met het slecht nieuws dat ik kreeg. Je kent het zelf ook, Laura, want dat was ook eigenlijk min of meer het einde van jouw internationale carrière, ja, zo in ieder geval zeggen. Is dat ook iets wat je nu meeneemt in je werk bij MVV? Ja, absoluut. En wat mijn drijfveer eigenlijk voornamelijk is de mens achter de topsporter. En ik denk dat is ook hetgeen waar voetbal heel erg behoefte aan heeft. En ik heb dat zelf meegemaakt in mijn topsportcarrière. En
ik heb dat daarna ook echt gezien in mijn professionele carrière. Dus nee, dat staat zeker bij mij hoog op de agenda. Zullen we kijken naar het doelpunt? Let's go. Ja, inderdaad. Maar Nederland speelde vandaag dus de allereerste wedstrijd op het WK. Heel belangrijk tegen Portugal. Dat we weten, ze zitten in een ploeg, in een pool moet ik zeggen, met de Verenigde Staten. Dit is het doelpunt van Gracht. Kopbal uit een corner van Spitsen. En een hele belangrijke binnen het eerste kwartier. En uiteindelijk bleek het de beslissende treffer. Nederland kreeg nog voldoende kansen. Had wat problemen met het afmaken. Maar dit was voldoende. En een hele belangrijke en cruciale overwinning dus voor de Nederlandse vrouwen. Op weg naar, ja, wie weet wat er nog meer komt in dit WK. Hoe schat je zelf in, Laura? Want je hebt twee van de speelsters in de selectie getraind nog zelf, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Toen waren het nog jonge meiden, 13 en 14. Ik was trainster bij de KNVB, Jeugdplan Nederland noemen we dat. Maar ik denk dat Nederland wel weer echt op de goede weg is. Dus ze hebben natuurlijk een tijdje in een dip gezeten na het vervangen eigenlijk van Sarina Wiegman. En dan zie je toch ook wel dat de coach ontzettend belangrijk is, kan zijn en van invloed is eigenlijk op het presteren van een selectie. En ik geloof dat ze met Andries Jonker wel weer de weg omhoog hebben ingeslagen, ja. Wat heeft Jonker, denk jij, dat met name dat team zoveel beter laat functioneren? Ik denk dat Jonker heel veel aandacht voor het individu heeft. En volgens mij is dat het thema dat we allemaal wel herkennen. Word je ook gezien als individu naast dat je topsporter bent? En Andries is echt een mensenmens, om het zo maar te noemen. Ja, dus die heeft daar veel aandacht voor. En ik denk dat dat heel erg van invloed is op de groepsdynamiek daarmee. Ja, in je boekje, Afke, gaat het er ook over. Goed op letten. Ja, nou, dat is het andere boek, Leren Presteren. En daar zit het is echt gericht voor coaches. En hoe je nou, op welke manier kan je aandacht besteden aan die persoon achter de sporten. En dat is in de eerste instantie in de voorbereiding van het seizoen. Hoe leer je je spelers kennen? Dus dat kan je doen met persoonlijkheidsvragenlijsten. Maar natuurlijk ook met persoonlijke gesprekken. Om te kijken wat hij al mee heeft gemaakt in zijn leven. Wat zij al mee heeft gemaakt in het leven. En ook dat speelsters elkaar ook weer beter leren kennen. Want dat zorgt ook weer voor een mooie teamdynamiek. En rol- en taakduidelijkheid. Van wat is jouw positie? Hoe kunnen wij optimaal samenwerken? Dus dat is een hele mooie fase in de voorbereiding van het seizoen om de aandacht aan te besteden. Ja. We gaan naar de quiz van vandaag, want die hebben we ook. En dan kan ik u vertellen dat we iedere dag op zoek gaan naar een bidon. Die is verstopt op een plekje in Limburg. En u kunt ons laten weten waar die bidon dan inderdaad ligt. En als u dat weet, dan kunt u de antwoorden doorgeven via de socials van L1. Kunt u een shirtje winnen van L1 en inderdaad ook een muts, een pet, als u weet waar deze bidon gevonden kan worden. Goed, we gaan naar de etappe van morgen dus. Daar gaan we opnieuw starten in Clermont-Ferrand. Gaan we 6 heuvels over en weten we dat er ook inderdaad punten gesprokkeld kunnen worden voor de bergtrui. Maar Quinty, weten we ook dat op het moment dat dat gebeurt, dat het peloton net zo snel uit elkaar kan vallen als vandaag? Ja, goed, inderdaad. Vandaag viel me eigenlijk meteen op dat er best wel vroeg, als het 3-4% omhoog ging, dat eigenlijk best wel veel mensen naar achterkant moesten lossen. De deur echt open stond. Dus als je dan naar het profiel kijkt van morgen, en ik denk dat de meiden van de SD-ploeg zeker niet gaan wachten en die het vanaf het begin van een harde koers gaan maken, dat we vanaf het begin van best wel een klein peloton gaan zien. En dat de meiden zich nog moeten reppen om niet te veel tijd te gaan verliezen. Ja, en bij de mannen hadden we dan het duel tussen Vingegaard en Pogacar. Van Vleuten, Vollering, gaan we daar morgen al oorlogje 1 zien? Uiteindelijk was vandaag natuurlijk ook al een kleine onderlinge oorlog. En natuurlijk op deze klim. Maar SD Works heeft natuurlijk zoveel pionnetjes. Van Annemiek moet tegen de hele SD-ploeg eigenlijk. Dus al is het Demi, al is het Lotte Kopecky, is het Misha Bredewold. Het maakt niet uit, ze moet altijd reageren. Dus ik denk dat het voor Annemiek vanaf morgen inderdaad al super spannend wordt. Er is geen plek voor iemand van SD Works te laten ontsnappen, ja. Ja, Laura van Leeuwen, heb je nog tijd om te kijken of moet je bellen voor waar MVV terecht kan bij welke velden? Die vraag ligt vooralsnog nog even waar die hoort en dat is bij de KNVB. Dus we zijn constructief op zoek naar een oplossing. Ja, maar het veld van MVV is afgekeurd, hè? Daarom zeg ik het. Ja, in die zeker. Zin wel een parallelletje met het trainingsveld van het Nederlands elftal. Precies, want daar hadden we ook een cricketprobleem. Maar het veld is afgekeurd. Het eerste elftal kan er niet spelen, maar goed, de vrouwen en de jeugd eigenlijk ook niet. Wat zijn de oplossingen die circuleren? We zijn gewoon met de gemeente in gesprek over de oplossingen. En het voornaamste is dat er een nieuw veld eigenlijk komt in het stadion, zo snel mogelijk. Uh-huh. En tot die tijd is het iedereen lief aankijken, denk ik. Maar wel gespeeld gisteren bij MVV? Wel gespeeld, de oefenwedstrijden kunnen gewoon. En gewonnen? En gewonnen. Ja, dat is ook belangrijk. Zo is maar het. Misschien omdat de bal inderdaad
net wat lekker, sneller. Lekker snel rond. Inderdaad. Afke, volg jij het wielrennen nog nu op de voet met zo'n iconisch duel tussen twee Nederlandse matadoren? Ja, het is mooi om te zien natuurlijk hoe dat gaat gebeuren. Hoe het gaat, wie daar het beste mee om kan gaan. En wat er, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja. Je zit op de KNVB Campus. Hè. Leeft het WK voor de vrouwen daar? Ja, dat zie je natuurlijk ook in de kantine, in het bondsgebouw. En op allerlei manieren de tv staan aan. En iedereen is daar mee bezig. Ja, donderdagnacht om 3:00? Ik weet niet of het dan ook zo druk is daar op de campus. Ik denk dat mensen dan liever thuis gaan kijken. Ja. Maar, ondertussen kijken we hier uit over het water. Daar hebben we hele grote vissen erbuiten komen. Dat is nog een ander verhaal. Ik kan u ook nog vertellen. En dan vraag ik even aan de regie. Of we het doelpunt van NVV hebben kunnen laten zien. Want dat weten we inderdaad, dat NVV had gewonnen. Morgen zit hier Chantal Blaak. En dat is de wereldkampioene uit 2017. En daardoor heeft ze deze trui als ze in 2018 over de streep komt bij de Amstel Gold Race. Zij is morgen hier te gast samen met Erwin Jansen, de teammanager. En deze Blaak is er nu even niet bij. En het heeft alles te maken met dit plaatje. Want Noa Brigitte werd geboren eind mei. We gunnen het haar van harte. En wat dat betreft, heel belangrijk, Blaak samen met bijvoorbeeld Ellen van Dijk. Toch twee dames die, zou ik zeggen, Quinty, de grenzen verleggen in het dameswielrennen. Ja, zij zijn natuurlijk degene die laten zien dat je moeder kunt zijn en daarna ook weer terug kan stappen in het wielrenvak. En daarbij gewoon een stabiel inkomen kunt blijven behouden en zo kunt verder bouwen aan je toekomst. Ja, want het was niet vanzelfsprekend in het dameswielrennen. Nee, absoluut niet. Het was natuurlijk eigenlijk, als je een kind krijgt en je wordt zwanger, betekende eigenlijk einde carrière. En als je nu ziet dat dat gewoon een tussenpauze, een tussenstop in je carrière kan zijn, ja, is gewoon super nieuws. Ja, dat is heel mooi, want we weten van Lizzie Armistead bijvoorbeeld, die deed al twee keer dat je gewoon terug kunt komen in de peloton. En dan ook bijvoorbeeld met twee kinderen een hele goede ronde van Spanje kunt rijden. Daar dus morgen uitgebreid over met Chantal Blaak en met Erwin Jansen. Zij zijn dan hier te gast. Ik ga nog één keer met jullie proosten, want we weten dat de wijn, de Franse wijn een beetje, met de Pinot Noir uit Ubaxberg komt, inderdaad, van de Fromberg. Op de online kanalen kunt u dadelijk verder kijken als we nog even doorkletsen, onder andere over de wijn, maar ook over het wielrennen en het voetballen op de socials van L1. Bonsoiré.